In het volgende deeltje zal Zarathustra een redevoering houden ten opzichte van een aantal beroemde wijzen. Nu, het kunnen uiteraard mensen zijn waar Zarathustra fysiek mee in contact komt, maar volgens sommige Nietzsche-commentatoren zou het hier vooral een kritiek zijn op Kant en op Rousseau, en vooral op de verlichtingsideologieën die daarmee gepaard gaan, vanuit het idee dat er zoiets bestaat als een soort van universele moraal, waar de mens op de een of andere manier in staat is om die moraal te doorgronden, die moraal eigen te maken en daarmee aan de slag te gaan. De idee bij Kant bijvoorbeeld dat er zoiets bestaat als een categorische imperatief, iets waar Nietzsche heel veel kritiek op heeft. En die kritiek zit uiteraard voor een groot deel in het perspectivische karakter van de werkelijkheid, waarbij de moraal niet iets is dat je zomaar kan vastleggen, maar dat iets is dat binnenin een perspectief zal groeien en bestaan. Nu, natuurlijk is de vraag van als effectief zoiets bestaat binnen een perspectief, wat dat dan in de werkelijkheid betekent. En Nietzsche zal proberen, ook bij monden van Zarathustra, om daar in het vervolg van het verhaal antwoord op te geven, maar zeker ook in zijn eigen werken, zoals de genealogie van de moraal onder andere. Nu, het is zeker niet zo dat Nietzsche een soort van vrijblijvend relativisme gaat prediken. Wat hij wil vermijden is dat de moraal als een bombastisch gegeven op de mens wordt geprojecteerd, zonder dat daar culturele of temporele vragen bij kunnen worden gesteld. Nu, los van het feit dat het eventueel een kritiek zou kunnen zijn op Kant en Rousseau, past natuurlijk dit verhaal over de beroemde wijzen, de redenvoering over de beroemde wijzen, past dat in het hele verhaal van Zarathustra. En het is misschien interessant om op voorhand al te zeggen dat Zarathustra misschien zichzelf ook wel onder die beroemde wijze plaatst. U mag natuurlijk niet vergeten dat Zarathustra zelf geprobeerd heeft om een prediking te doen in de stad de Bonte Koe, geprobeerd heeft om een aantal mensen rond zich te verzamelen en ook gezocht heeft naar een groep mensen die op zijn minst de wegbereider kunnen zijn van de Übermensch. En dus zal Zarathustra zelf ook wel een onderdeel zijn van die beroemde wijze. Natuurlijk kadert dit in het hele verhaal van Zarathustra deel 2 en ik wil u nog maar twee teksten in herinnering brengen. De vorige ging over de Tarantulas en daarvoor over het gepeupel. En telkens zijn we tot de conclusie gekomen dat Zarathustra ook voor zichzelf, van zichzelf weet dat af en toe de Tarantula hem bijt. Dat hij ook af en toe in een bepaald aspect, in een bepaald opzicht van zijn leven, onderdeel wordt van de grijze massa. En dat dat een evolutie is of een denkbeeld is dat je moet beoordelen voorbij goed en kwaad, omdat het menselijk al te menselijk is. Dus in zekere zin zou je de redenering of de redenvoering ten opzichte van de beroemde wijze eventueel ook kunnen plaatsen als een vorm van introspectie. Een vorm van introspectie die Zarathustra aanneemt op zijn reis naar de zoektocht naar de idee van de Übermensch in het concrete leven, enzovoort, enzoverder. Nu, de tekst is onderverdeeld in een aantal delen en ik heb op mijn website een linkje gelegd naar een pdf, waarin ik toch een aantal gegevens bij elkaar geplaatst heb, onder andere de structuur van de tekst en onder andere ook een aantal verwijzingen naar toch wel interessante bijbelverhalen waar Nietzsche eventueel zou kunnen op gealludeerd hebben. Maar natuurlijk is het zo dat je daar geen sluitend bewijs voor hebt. En het zal natuurlijk de vraag zijn in hoeverre dat de allusie op een bepaalde bijbeltekst ons zal helpen om de tekst echt te begrijpen. Nu, de structuur van de tekst, die kan je vinden als pdf op mijn website, bestaat eigenlijk uit vier delen. In een belangrijkste deel van de tekst is de kernvraag van wat is geest? Maar voorafgaand is eerst een redenvoering ten opzichte van de beroemde wijzen. En de conclusie van de redenvoering zal zijn dat die beroemde wijzen de waarachtigheid missen. Zij missen een bepaalde vorm van echtheid. En die bepaalde vorm van echtheid, die kan maar verkregen worden op het ogenblik dat je bereid bent om in de woestijn te gaan en je te laten louteren. En hier zullen we zonder twijfel kunnen alluderen naar het nihilisme. Er is bij Nietzsche een interessante verband tussen nihilisme enerzijds en woestijnervaring anderzijds. En u weet natuurlijk dat in heel wat godsdiensten, zowel in de islam, maar zeker ook in het christendom, de woestijnervaring een cruciale ervaring is in de religieuze bewustwording, zowel van Mohammed, maar ook van Jezus. En dus er zijn een aantal bruggetjes te leggen tussen enerzijds nihilisme, maar woestijnervaring en religie sowieso ook.
Dus het tweede deel van de redevoering, daarin zal duidelijk worden dat de beroemde wijzen waarachtigheid missen. In het derde deel komt dan de kern. En de kern is de discussie van wat is geest. En u zal zien dat als we daaraan gebeland zijn, dat Zarathustra zal zeggen tegen die beroemde wijze, wist u dit al? Of wist u dat al? Met andere woorden, de wijzen zullen geconfronteerd worden, zullen echt effectief een spiegel voorgehouden krijgen. Van, dat zijn toch wel belangrijke zaken. Beseft u eigenlijk wel dat dat essentieel is voor de geest? En dan de conclusie van de tekst zal zijn dat de beroemde wijzen, dat is dan het laatste deeltje, niet in staat zijn om die geest te kunnen dragen. Veel eer zullen die beroemde wijzen overvallen worden door hun zwaarte. In contrast daarmee is een adelaar die in staat is om te vliegen en die zo sterk is dat hij eigenlijk een bepaalde vorm van geest kan dragen, letterlijk. Denk aan het belang van de dieren in Zarathustra in het algemeen. Nu, ik zou graag eventjes met u willen springen naar de kern van de tekst. Volgens mij toch althans, de kernvraag van de tekst over wat is geest. En ik lees dan samen met u eventjes, en dan zijn we al gevorderd, verder gevorderd in de tekst over de beroemde wijzen. En hier dus in die kerntekst confronteert Zarathustra de beroemde wijzen met een pertinente waarheid over de geest. Een waarheid die voor die beroemde wijzen absoluut nog niet doorgedrongen is. Die ze nog niet eigen gemaakt hebben en die in de woorden van Nietzsche zelf nog niet geïncorporeerd is. In de Vrolijke Wetenschap zal Nietzsche op bepaalde momenten ook zeggen van hoeveel waarheid kan een mens incorporeren, in zijn lichaam opnemen. Dus, ik lees even samen met u, maar volk blijft u voor mij ook in uw deugden nog, volk met onnozele ogen, volk dat niet weet wat geest is. Dat is de grens tussen het deeltje waarin Zarathustra zal zeggen dat er een woestijnervaring nodig is. En dan komen we aan de idee van wat is dan geest. Geest is het leven dat zelf in het leven snijdt. Met zijn eigen pijn vermeerdert het zijn eigen weten. Wist u dat al? En het geluk van de geest is dit. Gezalfd zijn en door tranen tot offerdier gewijd. Wist u dat al? En zelfs de blindheid van de blinde en zijn zoeken en tasten zal getuigen van de macht van de zon waarin hij keek. Wist u dat al? En met bergen moet de kennende leren bouwen. Niet moeilijk is het voor de geest om bergen te verzetten. Wist u dat al? Nu, hier zitten een aantal interessante zaken in. En dus, de kern van heel dat verhaal is dat geest worden iets is dat maar kan gebeuren wanneer je bereid bent om door een proces te gaan dat pijn doet. Dat klinkt natuurlijk onaantrekkelijk, maar dat is een idee dat eigenlijk door heel wat levensbeschouwingen wordt gedeeld. Denk aan het boeddhisme bijvoorbeeld. Je gaat door een bepaalde vorm van loutering om te komen tot een inzicht. Jezus ging de woestijn in, onderging een aantal beproevingen, en door die beproevingen komt hij tot het inzicht. En dus dat is iets waar de beroemde wijzen niet aan willen deelnemen. Zij willen die periode niet doormaken. Zij denken dat het mogelijk is om die periode over te slaan en eigenlijk een soort van wijsheid te incorporeren als een soort van consument. En herinner u, ik heb er al een paar keer op gewezen dat Nietzsche daar heel sterk tegen ten strijde trekt. Dus het consumentisme waar je op afgeeft, de idee dat je cultuur kan consumeren zonder dat je in staat bent of dat je eigenlijk bereid bent om daar iets in terug te geven. En tegelijkertijd zit hier sowieso ook naar een bepaalde naar een verwijzing naar de tragedie. Herinner u dat Nietzsche in zijn eerste werk, belangrijke werk over de geboorte van de tragedie, het tragische ideaal naar voren schuift. En het tragische ideaal betekent dan, kortweg geschetst, dat de mens in staat is om het leven te omarmen zoals het zich aandient, maar met alle mogelijke aspecten van dat leven, inclusief ook de pijnlijke. En in staat is om dat te transfigureren naar een bepaalde vorm van kunst. Natuurlijk, dat is iets dat niet over één nacht ijs gaat, en mensen gaan daar echt wel door een bepaalde periode van loutering moeten gaan.
Nu, Kierkegaard schrijft in een van zijn boeken, waar hij een aantal toespraken naar voren schuift, schrijft hij ook zo een vrij aanstootgevende passage, redenvoering eigenlijk, een heel uitgebreide redenvoering, waarin hij zegt dat het voor een christen een ongelooflijk geluk is te weten dat het lijden dat de persoon dat hij of zij ondergaat, dat dat de weg is die voor hem of haar is uitgestippeld. De weg die keihard zal zijn, want Kierkegaard zal dat absoluut niet ontkennen, maar hij plaatst op een bepaald moment in de tekst een soort van balans en hij zegt: kijk, als je die tijdelijke aardse pijn en lijden op een weegschaaltje plaatst en je plaatst in het andere deel van de balans een minuscuul aspectje van de eeuwige zaligheid en gelukzaligheid daartegenover, ja, dan slaat de balans onmiddellijk om. Dan slaat hij in het voordeel om van dat geluk. En dat gegeven alleen zorgt ervoor, al dus Kierkegaard, dat het lijden iets is dat door de christen gerelativeerd kan worden. En ik bedoel niet geminimaliseerd, maar gerelativeerd, zegt Kierkegaard, in relatie geplaatst worden tot de big picture. Natuurlijk, zeg dat maar eens tegen iemand die verschrikkelijk lijdt. Dat klinkt als een tang op een varken. Nochtans, als je dat overzet naar Nietzsche's denken, dan zal ook hij dat lijden op een of andere manier plaatsen in een heel project van het leven. Een project dat eigenlijk dient als een soort van omarming van dat leven, hè? Een soort van prijzen van het leven op een religieuze manier. Trouwens, in dit stukje tekst hoor je ook. Dat staat er ook letterlijk in, dat zelfs de blindheid van de blinde, dus blindheid is, het licht gaat uit, het is onmogelijk om ooit nog iets waar te nemen, het moet een zeer zware beproeving voor een mens zijn. En zelfs dat, zegt hij, dat lijden dat die blinde ondergaat, zal getuigen van de macht van de zon. En herinner u dat in de eerste tekst of de aanhef eigenlijk van Zarathustra, prijst Zarathustra de zon. En ik heb er toen op gewezen dat dat een teken is van het naturalisme van Nietzsche. Het terugkeren, het verplaatsen van het goddelijke dat door het christendom buiten de werkelijkheid geplaatst wordt, wordt door Nietzsche geïncorporeerd in het aardse. En dus met andere woorden krijg je eigenlijk hetzelfde mechanisme dat ook Kierkegaard dan in een religieuze context plaatst, wordt door Nietzsche opgenomen in een aardse context. En de vraag van 1 miljoen is natuurlijk of dat zowel die visie van Kierkegaard als die visie van Nietzsche, als ook Jezus of Mohammed, maakt al niet uit, die op een of andere manier met dat lijden wil omgaan, of dat dat de nodige troost en moed en kracht en sterkte kan geven aan die mensen die echt lijden. Maar dat is natuurlijk een van de belangrijkste functies die een godsdienst of levensbeschouwing kan bieden, is een bepaalde vorm van troost, een bepaalde vorm van thuiskomen in de realiteit, hè? Een bepaalde vorm van omarmd worden door die realiteit. Als je lijdt en je hebt een gevoel dat je toch op een of andere manier ergens in thuis kan komen, wat het ook mag zijn, hè? Ik bedoel, dat kan een atheïstische levensvisie zijn. Of je moet lijden en je hebt het gevoel dat je nergens in kan thuiskomen, ook dat maakt toch een zeer groot verschil, hè? En dus in dat kleine stukje tekst worden de beroemde wijzen erop gewezen dat misschien een van de belangrijkste levenslessen om ooit naar dat Übermensch-ideaal te kunnen gaan, zit hem juist in het feit dat je dat leven durft te huwen, hè? Maar zoals je zal zien, is dat voor Zarathustra ook geen evidentie, hè? Ik bedoel, er zijn heel wat momenten van setback en het is pas op het allerlaatste, nadat hij het leven iets in het oor gefluisterd heeft, dat een huwelijk pas mogelijk wordt. Dus het is een heel belangrijk stukje tekst. Bovendien is er natuurlijk een allusie op de tekst die je kan terugvinden in het evangelie, waarin het gaat over de vraag van hoe sterk kan het geloof zijn? En we vinden onder andere bij Matthäus, als ik me niet vergis, moet zien dat ik zeg, ja, het is correct, Matthäus, vinden we een verhaal waarbij leerlingen geconfronteerd worden met een bezeten man. En zij proberen die demon te verdrijven. Hè. Dus het verdrijven van een demon is het verdrijven van een heel negatieve gedachte, een verdrijven van een bepaalde
manier van in het leven staan. Hè? En wat blijkt dat de leerlingen er niet in slagen. En Jezus slaagt er wel in. En dan vragen de leerlingen eigenlijk aan Jezus, hoe komt het dat ik niet in staat ben geweest, of wij niet in staat zijn geweest, om die demon te verdrijven? En het antwoord is vrij ontnuchterend, want Jezus zegt, jullie hadden niet echt, jullie hebben geen geloof. Jullie propageren een bepaalde vorm van geloof, maar het is niet het geloof dat geïncorporeerd is. Zie de parallel met wat Nietzsche hier zegt. Hè? De beroemde wijzen die kunnen misschien net iets boven dat volk staan en zijn in staat om bepaalde waarheden te verkondigen, maar zij verkondigen dat als een soort van tv-presentator. Ik bedoel, ze zijn daar niet mee doordrongen. En dat is dezelfde boodschap dat Jezus geeft aan zijn leerlingen, die zeggen, kijk, je bent kleingelovig, omdat dat geloof nog niet is geïncorporeerd. En moest je dat wel hebben geïncorporeerd, zegt Jezus, hè? Moest je wel dat geloof hebben gehad, dan zou dat geloof ter hoogte of ter grootte van een mosterdzaadje voldoende zijn geweest om die demon te verdrijven. Ja? En dat is eigenlijk een heel interessante gedachte die je kan kopiëren, zowel naar Kierkegaard, hè, als hij zegt dat dat heel klein stukje eeuwigheid op de balans in staat is om dat verschrikkelijke tijdelijke lijden in het menselijk leven, om dat in een andere verhouding te zien. Kierkegaard spreekt letterlijk over verhoudingen. Ook dat is iets wat Nietzsche probeert in een filosofie die hij definieert als transfiguratie. Dus in dat laatste stukje is er een allusie, denk ik, toch wel naar de tekst waarin Jezus effectief zegt, kijk, als je dat geloof zou hebben in jezelf, ter grootte van dat mosterdzaadje, o beroemde wijzen, zou je dan kunnen zeggen, dan zou je in staat zijn om een gigantische verandering te kunnen creëren. Hè? Dus dat was eigenlijk, hetgeen ik nu verteld heb, is het derde deel van de tekst. De kern van de tekst, wat is de geest? En dan gaan we nu kijken naar de twee delen die daaraan vooraf gingen. Dus het start met de redenvoering van over de beroemde wijzen. Nu, een van de dingen die Nietzsche, of liever Zarathustra, aan de beroemde wijzen zal verwijten, is dat zij afkomstig zijn van het volk. En ik heb erop gewezen in de tekst over het gepeupel, dat je moet opletten om in wij ten opzichte van zij ideeën te denken. Want op zich is Zarathustra natuurlijk ook een stukje afkomstig van het volk. Hè? Het is alleen de kwestie van wat doe je daar dan mee. Het volk hebt u gediend en het bijgeloof van het volk, o beroemde wijzen, en niet de waarheid, en juist daarom bewees men u eerbied. Met andere woorden, hier wordt een kritiek geleverd op volkse waarheid. Hè? Dus moesten de beroemde wijzen de waarheid naar voren schuiven, dan zouden ze niet beroemd zijn. Natuurlijk mag u ook in een soort van historische achtergrond weten dat Nietzsche zelf in zijn leven ontzettend weinig succes heeft gekend met zijn boeken. Dus Zarathustra, bepaalde delen worden door eigen private middelen uitgegeven. En dus hier zit toch ook wel het idee in van als je de waarheid spreekt, men staat daar niet op te wachten, op de waarheid. De waarheid is niet zo belangrijk voor veel mensen. Hè? Veel eer willen ze geëntertained worden. En het feit dat ze geëntertained worden, dat zorgt ervoor dat iemand beroemd wordt. Je wordt beroemd omdat je kan entertainen. Hè? Dit is trouwens zo'n heel mooi nummer van Billy Joel, waar hij ook zingt over I am the entertainer. En op het ogenblik dat ik niet meer zo goede muziek zou maken, dan zou ik onmiddellijk verdwijnen uit de charts, zingt Billy Joel. Het is een beetje hetzelfde verhaal dat hier verteld wordt. En dus, men bewijst u eerbied omwille van het feit dat je het volk dient met van alle mogelijke entertainment. Hè? En daarom ook verdroeg men uw ongeloof, omdat het een grap was en een omweg naar het volk. Zo laat de heer zijn slaven begaan en amuseert hij zichzelf met hun overmoedigheid. Dus het is een bepaalde vorm van amusement om te zien dat iemand in dat volk opstaat, allerlei waarheden naar voren schuift, kwakzalverij bij wijze van spreken, maar tegelijkertijd zie je die man of vrouw die gelooft dat misschien niet echt. En tegelijkertijd, dan is dat nog het pijnlijke, zijn er mensen die het dan wel geloven, enzovoort, enzovoort.
Ja. Maar en nu komt een belangrijk stukje tekst, want Zarathustra gaat de beroemde wijzen in contrast plaatsen met de vrije geesten. En dat is bij Nietzsche een zeer belangrijke notie, omdat die vrije geesten vooral in staat zijn om zich te onthechten van de zwaarte van bijvoorbeeld die moraal of de zwaarte van die oude god. Die zijn in staat om zich daarvan los te koppelen. Zij zijn de eerste fase in het worden van de nieuwe filosoof die actief aan verandering kan doen. Ja. Maar wie bij het volkje haat is, zoals de wolf bij de honden, dat is de vrije geest, de boeienvijand, de niet-aanbidder die in bossen huist. Herinner u dat er een tekst bestaat in het Lucas-evangelie, een vrij harde tekst, waarin Jezus zegt dat iemand enkel en alleen hem kan volgen als hij of zij in staat is om zijn ouders te haten. Het woord haten in het evangelie betekent dat je in staat bent om zo te onthechten van een levenspad van iemand anders, dat zelfs je een compleet andere weg kunt inslaan. En dat klinkt natuurlijk heel eenvoudig, maar dat is toch niet zo eenvoudig. En het onthechten van een bestaand patroon is voor heel veel mensen een opgave, zowel van diegene die zich bevrijdt, maar ook het durven loslaten, zie je? En dus de vrije geest is in staat om dat wel te doen, maar het volk haat hem daarvoor. Hè? Dus het volk ziet dat eigenlijk niet 100% zitten. Hem uit zijn schuilplaats jagen, dat was voor het volk altijd zin voor het juiste. Tegen hem hitst het nog steeds zijn scherpgetande honden op. Dus als het volk gewaar wordt dat de vrije geest ergens ontluikt, dan zal het volk ongenadig toeslaan. Je zou een vergelijking kunnen maken met het volk dat zich keert tegen Jezus. Op dag 1 wordt Jezus ontvangen met palmen en wordt hij toegejuicht door het volk. En op dag 2 wordt er gekozen voor hem te kruisigen en worden moordenaars vrijgelaten. Dus als het volk de vrije geest ruikt, dan wordt het volk zeer gevaarlijk, zegt Zarathustra. Waarom wordt het gevaarlijk? Omdat het volk dan het gevoel heeft dat hun waarheid, die dan niet de waarheid is van de vrije geest, dat die wordt aangetast. Want, en nu moet je goed luisteren, want het is natuurlijk zo dat de redenvoering wisselt van perspectief. Er juist ging het over de vrije geesten. Nu gaat het over wat het volk onder waarheid verstaat en wat de motivatie is om die vrije geest aan te vallen. Want de waarheid is daar waar het volk is. Wee, wee, de zoekenden, zo klonk het van oudsher. Nietzsche was niet altijd zo, het is eigenlijk licht gezegd, op zijn minst gezegd, een grote fan van socialisme. En hij begreep onder socialisme, want uiteraard moet je dat niet vergelijken met wat in de 21ste eeuw onder socialisme verstaan wordt, maar hij verstaat daaronder dat het volk een bepaalde macht krijgt, waarbij dat mensen die vrij geest zijn en die daar eigenlijk buiten staan en die in staat zijn om een cultuur letterlijk te leiden, er ontstaat een vorm van nivellering waarbij dat die aan elkaar gelijk worden gesteld. En dan krijg je de waarheid van de persoon, van de vrije geest, die wordt dan geniveleerd, die wordt dan gelijkgesteld aan datgene wat het volk als waarheid ziet. En het wordt gewoon evenwaardig geacht. Ja? En dat is een ongelooflijk probleem, zegt deze tekst, want waarheid daar is waar het volk is. Een beetje hetzelfde als de kiezer heeft altijd gelijk. O, wij als mensen durven zeggen dat de kiezer zich wel eens kan vergissen, want dan, oei, de democratie wordt aangevallen. Ja? Maar misschien wordt er een bepaalde vorm van waarheid aangevallen waar die niet doordacht is, die gedragen wordt door een soort van volkse manie, hè, die meegenomen wordt in een populistisch discours, bijvoorbeeld. Als er dan gekozen wordt massaal voor die waarheid, is het dan correct om te zeggen dat de kiezer altijd gelijk heeft? Zo zou je kunnen interpreteren, dat zou Nietzsche hier kunnen zeggen op dat moment. Hè. En zo ziet hij dat socialisme ook een stuk.
Want de waarheid is daar waar het volk is, wee, wee de zoekenden. Dus oh, opgelet als je durft vragen stellen of dingen in vraag te stellen. Hè. Zo klonk het van oudsher. U, beroemde wijze, wilde het volk bevestigen in zijn verering. Dat noemde u wil tot waarheid, o beroemde wijze. Er zit ook een bepaalde vorm van kritiek op de filosofie in. Een filosofie die eigenlijk geleid wordt naar een soort van, of een bezetenis door een zoektocht naar de waarheid. En wat blijkt, de waarheid is perspectivisch. De waarheid is geen monolithisch blok dat onbetwijfelbaar is, dat niet cultureel bevraagd kan worden, enzovoort, enzovoort. Nu, in het volgende stukje kan het zijn dat er allusies kunnen gelegd worden met spotprenten die in de oudheid en ook in de moderne tijd hebben bestaan, waar de paus te paard gezet wordt en Christus op de ezel geplaatst wordt. En er bepaalde, als je naar The Name of the Rose kijkt of het boek leest van Umberto Eco, daar zal op een bepaald moment ook de paus in een manuscript worden voorgesteld, als een ezel bijvoorbeeld. En als je verder gaat kijken in Zarathustra, zal ook een soort van parodie worden opgevoerd van de Eucharistieviering, waarbij dat de ezel in plaats van Heer ontferm u over ons antwoordt met IA. Hè. Dat zou allemaal kunnen zijn, dat daar ironie in zit en dat daar een kritiek op de christelijke kerk is. Dat is perfect mogelijk. Nietzsche zegt dat nergens, dat die tekst dat bedoelt. Maar het is mogelijk vooral ook natuurlijk omdat de waarheid, dat er iets is dat natuurlijk gelijk staat aan de oude God. De oude God is de waarheid en de vraag is die oude God nog van tel? Is God dood of is die dood, maar heeft die toch nog een geweldige macht? En is die nog in staat om dingen te nivelleren? Is die nog in staat om de vrije geest te verhinderen om te bestaan? Dus in het volgende stukje gaat ezel en het paard gaat die voorkomen. En het zou dus kunnen dat hier een verdoken kritiek op het christendom zit, zeker omdat Nietzsche zijn Zarathustra leest als een kritiek op het christendom. En als u zal horen hoe we de tekst gaan lezen, ja, dan valt het woord God. Dus het is perfect mogelijk dat daar een link ligt tussen die zaken. Ja. En uw hart, oh, beroemde wijzen, sprak altijd tot zichzelf. Uit het volk kwam ik, uit het volk kwam ook Gods stem tot mij. Hardnekkig en slim als een ezel bent u altijd geweest als pleitbezorgers van het volk. En menig machtige die op goede voet wilde staan met het volk spande voor zijn paard ook nog een ezeltje. Hè? Dus een beroemde wijze. Dus de paus op het paard. Ik leg trouwens een linkje met een gravure die je kan terugvinden waar de paus op het paard, een tekst die in Nederland gepubliceerd is. Paus op het paard, Jezus op de ezel. Hè? En dus voor het paard wordt nog een ezeltje geplaatst. Oké, goed, een beroemde wijze, Jezus de beroemde wijze. En dat is perfect mogelijk. Hè? En nu zou ik ook beroemde wijze willen dat u eindelijk de huid van de leeuw helemaal afwierp. De huid van het roofdier, die bontgevlekte huid en de manen van de speurende, zoekende, veroverende. Hier wil ik nog twee dingen zeggen. Dit stukje tekst kan dus effectief te maken hebben met het christendom, dat is mogelijk, en start ook met iets dat zeer christelijk klinkt. Dus uit het volk kwam ik, uit het volk kwam ook Gods stem tot mij. Vergelijk met de kindheidsevangeliën, met de aankondigingen van de geboorte van Jezus naar Maria, met het feit dat Jozef en Maria volkse mensen waren, en dat uit die volkse mensen wordt dan de verlosser geboren. En de verlosser Jezus die op een bepaald moment zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid. En dan eindigt de tekst met een belangrijke oproep naar die beroemde wijze, waarin gezegd wordt, het wordt tijd dat u de huid van de leeuw van u afschudt. Herinner u in Zarathustra 1, de beroemde tekst over de verschillende gedaanteverwisselingen, waarbij de kameel een zwaarte oplaat, de leeuw die zwaarte moet verscheuren, maar de leeuw is een roofdier, die kan alleen maar dingen vernietigen. Je kan maar uitgroeien tot
iemand die kandidaat Übermensch is, als je de receptiviteit van het kind hebt. Dus je wordt kameel, je hebt dan leeuw, je hebt dan kind. Dat zijn de drie stadia van de geest die, zoals ik toen betoogd heb, in een soort van rat kunnen achter elkaar blijven komen. Maar die receptiviteit van dat kind is nodig. En we zitten dan ook op dat moment op een snijpunt van de tekst. Dus hier eindigt ook een deel. Want nu zal Zarathustra zeggen hoe belangrijk het is dat je de woestijn ingaat. Maar de vraag is of een leeuw in staat is de woestijn in te gaan. Want als die leeuw de woestijn ingaat met de idee van ik ga dingen vernietigen, heeft hij dan wel de receptiviteit, de nederigheid om zich te laten onderwerpen aan die periode van woestijnervaring. Kan je een woestijnervaring wel gebruiken om van een leeuw iemand te maken die in staat is om door te groeien naar de Übermensch? Dat is de vraag. En dus zegt het einde van het tweede deel, het einde van het eerste deel, de redenvoering tegen die beroemde wijze. Het is tijd dat u uw huid van de leeuw laat vallen. Hè? Ach, om mij in uw waarachtigheid te laten geloven, zou u eerst uw vererende wil moeten breken. Met andere woorden, vererende wil, uw verhangen zijn, uw volledig verknocht zijn aan de volkse waarheid. Hè? Of aan die volkse God. En dan start het volgende stukje, dat natuurlijk ook gericht is naar die beroemde wijze. Maar dat eigenlijk vooral gaat over hoe kom je nu tot die waarachtigheid? Hoe kom je tot een geest die rijp genoeg is? Dan denk je in het volgende deel zal Zarathustra zeggen, geest, weet u nog, dat is dat en dat. Dus waarachtig, zo noem ik hem, die goddeloze woestijnen intrekt en zijn vererende hart heeft gebroken. Dus we zitten in het volgende deel nu, waarin de beroemde wijze eigenlijk de woestijn in moet trekken. Maar die woestijn is goddeloos. Met andere woorden, er is afgerekend met die oude, monolithische, verabsoluterende godheid. Die is afgerekend. Je zit in die woestijn en die god is daar niet meer aanwezig. Hè? In verschillende werken, onder andere in Menselijk, als ik mij niet vergis, zal Nietzsche de periode van het nihilisme toch wel koppelen aan de woestijnervaring. Nu, die periode van nihilisme, ja, nihilisme is geen eenvoudige problematiek bij Nietzsche. Onder andere in de niet gepubliceerde teksten zal Nietzsche zeggen dat nihilisme te maken heeft met het feit dat alle waarden waardeloos geworden zijn. En dat klinkt natuurlijk ongelooflijk negatief, want dan heb je zoiets van, als alles wat waardevol is, volstrekt waardeloos geworden is, wat blijft er dan over? Maar als je dat in een bredere context plaatst, dan heeft dat nihilisme ook een bepaalde positieve kant. En met positieve kant bedoel ik dat de waarden die waardeloos geworden zijn, dat die waarden zijn die gekoppeld zijn, of die geënt zijn, of die doordrongen zijn van die verabsoluterende God. En dus is op zich misschien niks mis met die waarden, maar wel het feit dat ze gedompeld zijn in die saus die eigenlijk alles naar beneden en alles kapot maakt. Ja? En dus, het is belangrijk dat je de woestijn intrekt en dat je in die periode van nihilisme u laat, dat een periode van loutering is, een periode van introspectie is, die in staat is om u te turnen. Dus nihilisme kan dan in dat opzicht echt wel een periode zijn waarbij je de zaken op een rijtje plaatst. En ik heb u al gezegd dat dit is natuurlijk een gegeven. Mohammed trekt de woestijn in, Jezus trekt de woestijn in. Dat in heel veel religies gebeurt. Jezus moet de woestijn intrekken vooraleer hij in staat is om aan zijn prediking te beginnen. In het gele zand en verbrand door de zon spiedt hij wel dorstig naar de bronnenrijke eilanden waar het levende onder donkere bomen rust. Gele zand, verbrand door de zon. Zon, eerste tekst van Zarathustra, terugkeer naar de natuur, naturalisme. De zon is geen godheid buiten de realiteit. Dorsten, denk aan de psalmen. Mijn hart dorst naar u, God. God is de zon, naturalisme, enzovoort, enzovoort. Waar het levende onder de donkere bomen rust.
waar het levende onder de donkere bomen rust. Dit vind ik een heel interessante passage, omdat je moet weten dat Hierin is dus zonder twijfel dat op het ogenblik dat Zarathustra de grot verlaat, sorry, en hij keert naar de stad, de Bontuku, dan ontmoet hij de oude heilige in het woud, in de schemering van het woud. En ik heb toen gezegd, en dat is de mening van heel wat commentatoren, waarom woont de wijze in die schemering? Omdat hij één niet in staat is om in de grot te vertoeven. Hij is niet in staat om dat licht van die zon te absorberen. Maar hij is ook niet meer thuis in de stad. En dus de oude wijze kan ook wel eens verwijzen naar Zarathustra zelf. En naar ieder van ons, die op bepaalde momenten wel leeft en in het woud zit en in het bos zit, maar daar eigenlijk ook nog niet 100% uit kan komen. We zitten in de periode van de woestijn, we zitten in de periode van introspectie, van nihilisme. Oude wijze man in het begin van de Zarathustra, op een bepaald moment zullen we Zarathustra leren kennen als iemand die een oude man geworden is en in de tekst staat dan en zijn haren zijn wit geworden. Ja? Dus het idee van het levende onder de bomen is eigenlijk een heel mooi beeld om die transitie weer uit te drukken. Maar zijn dorst haalt hem niet over om te worden zoals die gezapigen, want waar oases zijn, daar zijn ook afgodenbeelden. Dus er zijn een aantal verzoekingen in die woestijn, maar ja, je bent toch in staat als vrije geest om te weten, ik heb wel dorst, maar misschien is het niet zinvol om daar te drinken. Denk aan de verzoekingen die Jezus naar voren krijgt. Je bent in staat om te heersen over alle rijken die er bestaan, bijvoorbeeld. Als je u neervlijt op de grond. Of maak van het steen een brood, maar de mens leeft niet alleen van brood, enzovoort, enzovoort. Op zich wat de duivel of Satan liever voorstelt aan Jezus, je kan in bepaalde opzichten wel zeggen, ja, dat is toch een interessant voorstel. Maar het is toch altijd een maar. Er is een verleiding, maar je kan je er toch wel van distancieren. Hongerend, gewelddadig, eenzaam, goddeloos, zo wil de leven, wil zichzelf, vrij van geluk van de knechten, verlost van goden en aanbiedingen, onbevreesd en vreeswekkend, groot en eenzaam. Zo is de wil van de waarachtige. Dus hier wordt duidelijk dat de leeuw niet in staat is om te doen wat er moet gedaan worden. De wil van de waarachtige is vrij van de goden zijn, vrij van de aanbidding zijn. Aanbidding maakt de mens klein, ligt hij op de grond. Onbevreesd, vreeswekkend, daar speelt weer zo die typische Nietzscheaanse dubbelzinnigheid in, van iemand is vreeswekkend, dus dat wil zeggen, ja, dat is het ideaal van de krijger die het leven te strijden trekt enzovoort. Maar denk eraan dat ook God in de Bijbel wordt voorgesteld als iemand die kan gevreesd worden. Dus ook daar zit die tweevoudige of die dubbelzinnigheid sowieso in. In de woestijn, zo schrijft Zarathustra, woonden van oudsher de waarachtigen, de vrije geesten als de heren van de woestijn. Maar in de steden wonen de wereld, de weldoorvoede, beroemde wijze, de trekdieren. Ja. Met andere woorden, als je die periode van introspectie wil doormaken, ga dan niet naar de stad. Want in de stad sta je onder invloed van consumentisme, sta je onder invloed van ja, het feit dat een vrije geest kan omgeturnd worden tot een onderdeel van een reality show, bijvoorbeeld. En ik verwijs hier heel graag naar de tekst van de Dolle Mens uit de Vrolijke Wetenschap, uiteraard, waarin de Dolle Mens de dood van God aankondigt op het marktplein in de stad. Maar waarbij de mensen die zich dan rondom die Dolle Mens verzamelen, dat die eigenlijk die Dolle Mens weer aanzien als een zot. Hè? Allee, wat staat die daar te vertellen? Die bekijken dat als, die begrijpen dat niet, die zien dat als de uitingen van een gek. Die zien niet in wat de waarde is van die boodschap, want de draagkracht is, hè? Want de Dolle Mens zal zeggen, ik ben te vroeg gekomen, dit publiek is nog niet bestemd voor deze boodschap. Dus de stad is geen plaats waar je naartoe wil gaan op het ogenblik dat je die waarachtigheid naar voren wil schuiven. Ja?
Maar en tegelijkertijd zegt wijle professor Auger ook dat het feit dat de dolle mens wordt de dood van God aankondigt in de stad, is natuurlijk ook historisch, in de zin van dat in de steden verschillende culturen bij elkaar komen en dat daar de culturele veranderingen misschien het meest of het snelst duidelijk worden, historisch gezien, uiteraard. Hè? En, dus, en dat is een interessant stukje ook nog. Hè? Dus in de woestijn wonen de waarachtigen, maar in de steden, ja, daar zitten de beroemde wijzen. En dan zegt Zarathustra, niet dat ik ze dat kwalijk neem. Met andere woorden, we gaan daar niet tegenover gaan, of we gaan daar niet op vliegen in categorieën van de goede tegenover de slechte. Nee, we gaan daar voorbij goed en kwaad over denken. En er is een hele discussie in de Nietzsche, of tussen de Nietzsche-commentatoren, of Nietzsche zelf zou geloven dat mensen in staat zijn om vanuit een bepaalde vorm van gepeupel zijn, van behoren tot de grijze massa, uit te groeien tot ubermensch. Wel, ik denk dat Nietzsche dat echt geloofde dat dat kon, dat je in staat bent om dat te doen. Ik heb ook altijd de stelling verdedigd dat dat altijd een bepaald aspect van jezelf is, in een bepaalde tijd, onder een bepaalde omstandigheid. Ik heb dat altijd vergeleken met de profeten, die ook op een bepaald moment profeet zijn en andere momenten niet. Maar hier wordt er wel gezegd van, kijk, het is, ik neem ze dan niet kwalijk, maar ik zeg wel tegen hen, waarachtige, nu moet je eens goed luisteren. Wist u wel wat echt geest is? Hè? Beroemde wijze, wist u dat wel? Dus niet dat ik ze dat kwalijk neem, maar ze blijven voor mij wel dienende en ingespannen. Ingespannen als dieren die een bepaalde kar voorttrekken. Hè? Een bepaalde moraal voorttrekken, een bepaald oud-godsbeeld voorttrekken enzovoort. Hè? Ook al doet hun gouden tuig hen schitteren. Dus zelfs als je die oude god inpakt in iets dat schitterend, dat goud is, dat ongelooflijk is, het blijft wel die oude god. En vaak zijn ze goede en prijzenswaardige dienaren geweest, want zo spreekt de deugd. Als u dan dienaar moet zijn, zoek dan degene voor wie uw dienst het meeste nut heeft. Ja. Dus misschien moet je ook uw vragen stellen bij een moraal die altijd zoekt naar het meeste nut. Misschien is dat niet altijd de correcte manier om met moraal om te gaan. Ja? De geest en de deugd van uw Heer moeten groeien doordat u zijn dienaar bent. Dan groeit u zelf mee met zijn geest en zijn deugd. En voorwaar, o beroemde wijze dienaren van het volk, u groeide zelf mee met de geest en de deugd van het volk en het volk groeide door u, tot eer van u zeg ik dat. Maar volk blijft u voor mij, ook in uw deugden nog, volk met onnozele ogen, volk dat niet weet wat geest is. Dus met andere woorden, je hebt wel je best gedaan, maar je bent blijven hangen in die volkse wijsheid. Je bent een eerbaar mens, je bent niet dom, maar je bent niet in staat geweest om je los te wrikken van die verabsoluterende macht van dat volk. En dan komt die passage waar ik de uiteenzetting mee begonnen ben, waarbij de waarachtigen, of liever de vrije geest, sorry, de beroemde wijzen, geconfronteerd worden met de vraag van, weet u wel wat geest is? Nu, na die passage, die ik er juist besproken heb, van weet u wel wat geest is, hè? Dus in staat zijn dat die geesten moeten, dat geest wil zeggen iets incorporeren, het geloof de grootte van een mosterdzaadje, zoals ik de vorige keer heb gezegd. Het laatste stuk van de tekst is eigenlijk ja, waar Zarathustra vaststelt dat de beroemde wijzen nu nog niet in staat zijn om te dragen. Hè? Zij zijn wel in staat om, of zij zijn wel slachtoffer van de zwaarte, maar zij zijn niet de adelaar. U kent alleen de vonken van de geest. Dus je weet wel, je ziet die vonken wel, maar je bent het nog niet geworden. Hè? Je weet misschien wel waar je moet gaan zoeken, maar je bent het niet. Denk aan de tekst uit Matthäus-evangelie, waarin Jezus een kleine parabel vertelt over een koopman die op zoek is naar een parel. En die koopman, die, als hij die parel vindt, verkoopt hij alles wat hij heeft om met dat geld die ene parel te kopen. Maar de beroemde wijzen die zijn niet bereid om alles te verkopen. Die zijn er nog niet. Die weten wel, dat is een parel.
ik zie wel dat dat de richting is waar ik moet naar gaan zoeken, maar ze zijn nog niet in staat om de weg in te slaan om tot die parel te kopen. Hè. Ze kunnen nog geen afstand nemen van al wat ze vroeger hadden om dat weg te geven en met dat geld dat ze eraan verdienen om die ene parel mee te nemen. Zonder dat ze schrik hebben dat al hetgeen dat ze moeten achterlaten, dat ze daardoor in de vernieling zullen storten of zoiets. Hè. Voorwaar, je kent niet de trots van de geest, maar nog minder zou je de bescheidenheid van de geest verdragen als die ooit zou spreken. Met andere woorden, je hebt die leeuwenhuid nog niet afge... Je bent nog niet dat kind geworden die die receptiviteit van die geest kan incorporeren. Hè? En u hebt uw geest nog nooit in een kuil van sneeuw mogen werpen. Daarvoor bent u niet heet genoeg. Dus u kent ook de verrukkingen van zijn kou niet. Ik verwijs ook in mijn pdf naar een tekst uit het derde hoofdstuk van de openbaringen van Johannes, waarin God het verwijt naar de mens toebrengt en zegt van kijk, ik spuw je niet uit omdat je heet of koud bent. Hè? Dat niet. Ik spuw je uit omdat je lauw bent. En dus deze tekst confronteert de beroemde wijzen met het feit dat de keuze die zij moeten maken... Het pad dat zij moeten maken, dat een radicale keuze is. Hè. Het woord radicaal verwijst naar radix, de wortel. Dat wil dus met andere woorden zeggen dat je een keuze maakt die je als mens volledig meeneemt. Je kunt niet zeggen, we nemen die keuze van 9 tot 5 op een werkdag en voor de rest nemen we ze niet. Dat kan je niet zeggen. Hè. Dat kan je niet zeggen. Je kiest radicaal om het pad van naar de ubermensch te bewandelen en al het andere laat je zo. Maar in alles gaat u te vertrouwelijk om met de geest en van de wijsheid maakt u vaak een armen en ziekenhuis voor slechte dichters. Weer een kritiek op dat consumerende, het maken van iets dat eigenlijk kunst is tot een product van consumptie bijvoorbeeld. U bent geen adelaars, hier kom je het. Dus hebt u ook het geluk in de verschrikkingen van de geest niet ervaren. En wie geen vogel is, moet niet neerstrijken boven afgronden. Ik vind u lauw, maar koud stroomt elke diepe kennis. Ijskoud zijn de diepste bronnen van de geest, een lafenis voor hete handen en handelenden. Achtenswaardig staat u erbij en stijf en met een recht rug, o beroemde wijze. U wordt niet gedreven door een krachtige wind en wil. Hebt u nooit een zeil over de zee zien gaan, rond en bol en trillend van de onstuimigheid van de wind? Als een zeil trillend van de omstandigheid van de geest, gaat mijn wijsheid over de zee, mijn milde wijsheid. Maar u, dienaren van het volk, beroemde wijze, hoe zou u met mij kunnen gaan? Zo sprak Zarathustra. Dus nog een aantal dingetjes in de tekst. U bent geen adelaar. En het is onverstandig om dan over een afgrond te vliegen. Dus probeer u voor te stellen, een adelaar vliegt over... een ravijn en ziet dus in die diepte, maar heeft helemaal geen angst om naar beneden te storten. Hij laat zich door de wind meevoeren. Hij laat, net zoals de geest die receptiviteit nodig heeft, net zoals het kind in staat is om zich te laten vormen, zweeft de adelaar boven de afgrond zonder dat hij op een of andere manier daar schrik voor heeft. Ik verwijs naar de biografie die ooit geschreven is over Nietzsche, de angstige adelaar, waarin de stelling verdedigd wordt dat Nietzsche wel adelaar wilde zijn, maar zelf niet in de afgrond durfde te kijken. Het is een stelling waar ik het niet mee eens ben. Ik denk wel dat Nietzsche echt wel gedurven heeft om in de afgrond te kijken, maar dat het gewoonweg een zeer zware opgave voor hem geweest is, net zoals het voor iedereen geweest is. Denk aan een heel beroemd stukje tekst, dat is misschien een van de beroemdste quotes die van Nietzsche bekend, die bewaard is, waarin hij zegt van, kijk, als u naar de afgrond of in de afgrond kijkt, let dan op, want de afgrond kijkt wel degelijk terug naar jou. Hè? En je moet in staat zijn om die terugkijken van die afgrond, om dat te kunnen verdragen. En dus dat heeft te maken met die radicaliteit van keuze die je maakt. Het is niet in de stad blijven, deel zijn van die consumerende cultuur, behoren tot beroemde wijze en dan tegelijkertijd ook de vrije geest. Dat kan niet. Dus het is het een of het ander.
En dus de tekst eindigt met beelden die te maken hebben met een schip, met wind in de zeilen, met avontuur. En je zal ook zien dat in Zarathustra zelf, in het boek Zarathustra zelf, zal Zarathustra ooit ook op een schip gaan. En hij zal zich enorm verwant voelen met de zeelieden, met het avontuur dat eruit komt, maar natuurlijk ook met het gevaar dat ermee gepaard gaat.